Onze gast van vandaag, de directeur van de Diergaarde, Erik Zevenbergen. Kan jij hem uitleggen waarom? Ja, jij vertegenwoordigt een Rotterdams icoon, een plek waar we allemaal van houden, zeker in deze tijd. Dit programma wordt vooral mogelijk gemaakt door Sanidump, Meenhuis Uitvaartzorg, Eurotrade en Jax.nl. Dit is de Ruhr Lunchbreak. Erik, fijn dat je er bent op Bevrijdingsdag. Zeker. Betekent dat nog iets speciaals voor jou? Nou nee, behalve dat er vlaggen hangen, ook in mijn straat nu waar ik woon. En het is een nieuwbouwwijk, dus iedereen vraagt zich af, moeten wij nou een vlag hebben of niet? Maar dan moet je naar de Hoornbach en we weten hoe het daar aan toe gaat op die parkeerterreinen. Even de actualiteit eerst, Jan-Dirk. Ah, wat zit je haren lekker ja, wild? Ja, dat heb je zelf gedaan vanmorgen. Goed hè? Ja, ja. Uitstekend. Ja. De speech van de koning, daar heb jij gisteren naar zitten kijken. Jij bent een vakman, op dat, niet op het gebied van koningschap, maar van speeches. Ik vond hem uitstekend gisteren. Ik vond hem de vorige keren, laat ik dat ook eerlijk zeggen, niet zo heel goed. Vond ik het krampachtig, thuis met zijn gezin om hem heen of achter zijn bureau. Dan vond ik hem niet vrij. Maar gisteren was hij goed qua toon, qua inhoud, qua manier van voordragen. En de kwetsbaarheid over zijn overgroot oma. Van heb jij ook zitten kijken? Was ver weg en ja, dat was niet goed. Dat is ongekend toch? Dat was ook een persoonlijke noot, omdat hij ook die laatste zin van ik blijf daarmee worstelen, zoiets zei hij. En dat is echt, ja, dat is heel bijzonder. Ja, nou, vind ik kwetsbaarheid, dat is echt heel knap, vind ik. Als je dat durft, heel mooi. En dat is natuurlijk de eerste keer, want zij hebben best in die koninklijke familie nog een paar andere kwestietjes die je zou kunnen blijven achtervolgen. Ja, maar daarom ben ik ook bijna zeker, of je kunt van mij hieruit afleiden, dat hij zelf dit ook per se wilde. Vooral die laatste zin, hè, van ik blijf daarmee worstelen, dan laat je echt iets van jezelf zien. Wij kondigen jou zo tussen neus en lippen aan als directeur van de Diergaarde. Maar het is eigenlijk wat, als je dat bent. Zeker, het is wel echt een Rotterdamse icoon. Het is heel groot, dat merk ik ook wel. Wordt overal aangesproken en mensen vragen van alles, hoe gaat het met de dieren, maar... Blijdorp is echt, dat leeft echt bij de bevolking. Het is ook zo bijzonder, toen Blijdorp de directeur zocht, hebben ze natuurlijk allerlei interessante bureaus ingeschakeld en dat lukte elke keer niet. En toen ben je in actie ontdekt. Ja dat ging wel heel, ik had het zelf nooit bedacht in ieder geval. En ze zijn bij mij gekomen dat ik een concept had ontwikkeld in het onderwijs die vooruitstrevend waren. Jij was de rector van het Libanon Lyceum. Libanon Lyceum, prachtige school in Rotterdam-Kralingen. En die concepten moesten eigenlijk ook voor de dierentuinwereld bedacht worden. En we moesten ook met de dierentuin echt wel even aan de bak. Want bedrijfseconomisch hebben moeilijke jaren achter de rug. Dus er moest echt wel even nagedacht worden over hoe dat moest in de toekomst. Welk concept was dat, Erik, wat je bedacht had in het onderwijs? Technasium. Oké. Okay. Ja, echt een concept. Om het ook een ander imago te geven, dat vak, techniek. Nou, zeker. Technieken moest echt wel geüpgraded worden. Want het stond toch bekend als vieze handen, hard werken, lage lonen. Terwijl het eigenlijk helemaal niet zo mee is. Totaal niet. Daar kan je echt veel geld in verdienen. Het echt heeft behoorlijk aanzien gekregen. Maar wat voor mij het belangrijkste was in dat kader is dat leren van jonge mensen, dat gaat het beste als je praktijk combineert met theorie. Oké. Okay. En Frank zit ook in het onderwijs, je weet het als geen ander. Als we alleen maar die theorie over de leerlingen uitstorten, dan gaan we hun nieuwsgierigheid niet prikkelen. Nee. En hoe kun je dat concept dan naar een diergaarde vertalen? Nou, volgens mij moet je heel erg nadenken over waartoe zijn wij, waarom mogen wij er nog zijn, waarom moeten we er nog zijn. Dus heel proactief en dat was toch iets wat niet normaal was. Hè. Het was vrij defensief, naar binnen gericht en ik wil dat het meer open gaat en naar buiten en proactief en positief met een goed verhaal. Mm-hmm. Vind ik je heel erg moet nadenken over je verhaal, dat moet krachtig zijn, dat moet je naar iedereen kunnen vertellen en dan moet je achter kunnen staan. En dan moet je daar ook dingen bij bedenken die aanslaan, mm-hmm. Waarmee je ook gewoon de toekomst in kan. Hebben jullie vastgelegd in de masterplan, hè? Komen we straks nog op. Ja. Eerst nog even naar dat woord icoon. Dat is een beetje aan devaluatie onderhevig, maar in dit geval nou, ik vind niet zo is Blijdorp, Feyenoord, Boymans, Euromast, Ahoy. Ook ja. Zeker, hebben ook mooie verhalen gemaakt de laatste tijd. Ook hard getroffen door deze crisis. Nee, natuurlijk is Diergaarde blij op een icoon. Daar is elk Rotterdams kind geweest. Ja. Daar komen mensen van buiten. Als je naar Sparta gaat of Neptunus en het parkeerterrein is vol, denk je, hé, daar zit het vandaag ook weer goed. Of voel je dan met Rotterdam niet van binnen? Als je klein bent in deze stad of als je kleine kinderen hebt, koop je vaak zo'n jaarkaart. Ga je wat vaker met ze er naartoe? Nee, dat hoort gewoon bij ons. Hoort bij ons allemaal. Nou is dat een baan waar je dag en nacht mee bezig zou kunnen zijn. Ja. Maar jij hebt
op die school, daar ben je dag en nacht bezig geweest. En daar heb je lichamelijk gezien een behoorlijk zware waarschuwing gekregen. Ja, wel even in het ziekenhuis gelegen. Hoe combineer je nou die twee dingen? Dat je weet dat dag en nacht gewoon niet goed is. Ja. En dat er toch dat beroep op je wordt gedaan. Nou, ik denk wat ik de fout, als je het zo wil noemen, die ik in het onderwijs gemaakt heb, is dat je toch bedenkt dat jij overal verantwoordelijk voor bent en dat dus alles ook op jouw schouders rust en dat je daarop moet acteren. Zelf, op al die dossiers en op al die borden waar je op moet schaken. En dat is bij een dierentuin eigenlijk nog veel meer. Je moet op nog meer borden schaken. En als je dat allemaal zelf wil doen of krampachtig in de gaten wil houden, dan ga je roofbouw plegen op jezelf. Nou, dat heb ik een keer gedaan. Daar ben ik goed voor gewaarschuwd. En ik denk, dat gaat me niet nog een tweede keer overkomen. Dus daar heb ik ook met hulp van de coach, ben ik echt na gaan denken van, hoe kan ik dat nou anders doen? En het begint met goed inregelen hoe je de zaken vorm wil geven. De juiste mensen op de juiste posities zien te krijgen. En dan het vertrouwen geven om dat die mensen ook hun eigen verantwoordelijkheid kunnen pakken. En wat was het grootste inzicht in jezelf in dat coachingstraject? Nou, het grootste inzicht in mezelf is dat ik toch te veel vasthield aan zelf de controle willen hebben. En niet dat over willen, over kunnen geven aan andere mensen. En dat was eigenlijk wel beter geweest. Nou werd je in diezelfde Blijdorp-periode ook voor de eerste keer vader. Ja. Heeft dat, ik kan me voorstellen, dat dan ook nog een extra dimensie brengt in die afweging. Ja, nou zeker. En vooral, nou ja, alle clichés zijn waar. Daar hebben wij het ook wel eens samen over gehad. Ja. Dus dat is ook wel heel erg mooi. Maar het zet je gewoon met beide benen weer op de grond. He, dus op de vraag waar gaat het nou eigenlijk om in het leven en je kijkt naar die prachtige ogen van mijn dochter in dit geval, ja, dan smelt je en dan denk je, ja, hier gaat het om. Dus hier moet ik gewoon tijd en aandacht en energie in stoppen. En de andere dingen zijn ook hartstikke belangrijk, maar dit is wel de basis. Hoe heb jij dat gedaan dan? Want jij bent ook iemand die zich makkelijk in zijn werk kan verliezen. Ja, dat is best een pijnpunt, zal ik maar gelijk in alle eerlijkheid toe nemen. Dat is waar, Frank. Ik ben, net als jij, ik was daar nog meer, ik was daar fulltime, maar ik ben 27 jaar sportverslaggever geweest. Dat gebeurt niet op woensdagmiddag en maandagmorgen 10 uur. Nee. Maar ik was, ja, dat verhaal vertel ik best wel vaak tegen jonge mensen. Ook als je iets wil bereiken, ja, dat herken je misschien wel. Dan moet je ook meer doen dan een ander. Maar ik was op vrijdagavond bij Fortuna Sparta. Op zaterdagmiddag bij Excelsior mijn Sluis Kozakkenboys. Op zaterdagavond bij Excelsior Groningen. En zondag bij de Graafschap Feyenoord. Ja, dan mis je ook veel. Gelukkig heb ik nu een uitstekende band met mijn kinderen. Ik zie ze veel meer dan ooit. Maar dat is wel een consequentie van een keuze. Dat klinkt wat zakelijk. Maar natuurlijk doet het ook wel eens pijn. Laat en ik eerlijk zeggen. Is dat wel het voordeel van op een latere leeftijd vader worden? Ja, daar heb ik het wel eens met vrienden over. Dus ik denk dat je het meer beseft. Je hebt meer, ik heb wel vrienden gesproken die echt in weet je, een normale leeftijd, dat ze vader worden, zo rond de 30ste. En dan zijn ze nog volop bezig met carrière maken, staan midden in dat leven, dan moet er nog van alles. Ja, want jij hebt het nu over werk, maar er speelt van allerlei andere ondeugende dingen omheen die je dan nog graag wil doen. Ja, dat. Nou, en wat ook het gevaar is als je doet wat je leuk vindt. Dus het is één fantastisch dat je mag leven van de dingen die je leuk vindt. Als je maar ooit had verteld, je mag in een volle kuip van het IJsvlaamelijke vergek verklaart. Maar ik mocht het op een dag, mocht het 20 keer doen of zo. Maar het is ook dat je altijd maar doorgaat en doorgaat en doorgaat. En nieuws, en een bedrijfsleider kan ik me voorstellen, houdt ook gewoon nooit op. Nou, dat gaat altijd door. Nee. Maar ook we leven in een samenleving waarin we vinden dat we alles moeten kunnen doen. Ja. He, dus het is, en de verleidingen liggen natuurlijk op straat. Dus we willen gewoon van heel veel dingen kunnen genieten. Maar ja, soms is het ook te veel. Soms moet je keuze maken. Ja. De overstap naar de diergaarde dan. Jullie zijn dicht op dit moment. Vinden allerlei andere manieren om contact te leggen met jullie publiek. Laten we eerst even een van de filmpjes bekijken waarin jullie dat contact daadwerkelijk leggen. Welkom hier in de Blijdorp, mannen. Dankjewel, Erik. Hartelijk welkom. Wij zijn vandaag wederom op bezoek bij de aanvoerder, zoals wij dat noemen, van de samenleving. Geweldig gebaar. Ik vind het heel mooi dat Feyenoord langskomt. Feyenoord is zelf ook een icoon van Rotterdam. Ja, die mensen bij die olifanten, dat is al een wereld op zich, hè? Ja, dat is een wereld in de wereld. Dat is een dierentuin in een dierentuin, bijna. Mensen zijn zo gepassioneerd en zo betrokken. Die leven daar bijna voor. Jullie hebben het zelf ongetwijfeld gezien. Wat er kwam, dat was niet het filmpje van Blijdorp, maar van de aanvoerdersband. Ah, ja. Laten we dat dan gelijk nog even erbij nemen. Over iconen gesproken. Zo, ja.
Toen kwamen Peter Houtman, Benny Wijnstekers naar jou om je een aanvoerder te worden. Ik ga heel lang naar Feyenoord en dat zijn mensen voor wie ik naar het stadion ging. Ik ben zelf verdediger geweest. Nou, Ben Wijnstekers was natuurlijk de back waar je dan aan spiegelde in het begin. Dus die heb ik heel vaak zien voetballen, Peter Houtman ook. Dus dat waren wel voor mij ook nog iconen die uit die bus stapten. En dan is het ook nog gaaf hoor, zo'n spelersbus door die oude entree heen komt. Wel de hek open en niet erdoorheen. De dierentuin binnen. Want dan zie je dat die twee iconen elkaar ook ontmoeten. En dat geeft ook nog een soort energie. Ja, prachtig. Dat is echt een mooie actie van Feyenoord. Nee, fantastisch. Ja, goed bedacht. Goed bedacht, en die twee voeren het echt geweldig uit. Vind ik ook. Ik heb ze ook naast Erik in die goede video die al tienduizenden keren op Feyenoord.nl bekeken is. Op de website, op het YouTube-kanaal moet ik goed zeggen. Ook met minister De Jonge. Dan zie je dat mensen het toch gewoon leuk vinden. Ja. Of je nou minister bent, directeur bij een dierentuin. Of pas een jongen die heel vroeg zijn vader had verloren in een wijk in Den Haag. Mensen vinden het gewoon leuk als die club ze aandacht en erkenning geeft. Prachtig om te zien. Ja. Ja, en ik denk ook Peter en Ben. Dat zijn de gasten. Het is echt. En dat voel je. Er zit warmte in inderdaad. En betrokkenheid. Dus dat is mooi. Nou, dan gaan we nu wel naar dat filmpje van de olifanten. Vandaag gaan we onze olifanten wassen. Doen we twee keer in de week om dode huidschilfers weg te halen en ze lekker schoon te houden. Dus daar gaan we vandaag mee beginnen. Ja, daar begon je net aan die olifantenwereld als wereldje op zich. Ja, er zijn heel veel wereldjes in de dierentuin. Dus olifanten is wel een hele speciale club. Een van onze belangrijkste. We zijn ook stamboekhouder van de Aziatische olifanten. Dus dat is ook wel belangrijk. Maar er zijn veel van dat soort speciale afdelingen. Henk van Beek, die vraagt via mijn Facebook pagina. Ik volg die filmpjes uit de diergaarden, maar vraag me nu af, is er met die lockdown dus geen mensen in die dierentuin, gedragsverandering bij de dieren te zien? Nou, niet zo heel veel. Er zijn natuurlijk wel mensen, er zijn verzorgers. En de dieren blijven verzorgd worden. Dus de dieren zijn gewend ook al aan die verzorgers, maar er zijn wel minder mensen dan normaal. En dat merk je soms wel, dat dieren toch iets schrikachtiger zijn. Als ik bijvoorbeeld op een fietsje door die dierentuin heen ga en er echt helemaal niemand is. Nee, maar je fietst ook heel hard. Hè? Ja. Ik denk dat het gewoon de snelheid is. Ja, dat denk ik. Imposant. Gerard Meijer, meervoudig winnaar van de Playa de Aro Open, die vraagt zich af, wat is nou lastiger? En die ervaring heb je nu ook. Kinderen of leeuwentemmen? Nou, toch wel leeuwentemmen, denk ik. Ja. Kinderen, die daarvan hoop je dan toch nog dat ze een keer het licht zien en zeggen, nou, je hebt misschien toch wel gelijk, ik ga naar je luisteren. En dat is bij leven toch net iets anders. Dick Sikkelerus, ken je die? Nee. Oh, die vraagt, mijn kinderen willen heel graag naar de dierentuin. Ja. Wanneer mag dat weer? Nou, ik hoop dat het niet al te lang meer duurt. We zijn nu samen met de veiligheidsregio aan het kijken hoe Blijdorp weer zou kunnen heropenen, intelligent. Daar is natuurlijk heel veel voor nodig, omdat we in een andere wereld leven op dit ogenblik. Anderhalve meter, daar moet je heel veel voor doen. Ja. En daar moeten we ons goed op voorbereiden. En we wachten natuurlijk ook nog op groen licht vanuit Den Haag. Hè, want dat moet natuurlijk ook wel mogen. Maar ik richt mezelf nu op pak een beet 1 juni, dat we weer echt open zou kunnen. Maar en dan nou, heel gedoseerd. Dan neem je dat als feit. Jij neemt dat ook steeds als feit, zelfs tot het einde van het jaar. Heerlijke voorbeeld, maar dat het wel de verwachting is dat het zo zou gaan, ja. In Spanje hebben ze vandaag bekendgemaakt, ook net op het Radio 1-journaal,
kinderen gedoseerd naar school, dus niet meer volledig tot er een vaccin is. Dat kan gewoon nog 2 jaar duren. Ja. Angela Merkel van de week riep 2028 in een speech. Hè? Ja, je moet er niet aan denken. Maar we denken maar elke week nog niet. Die anderhalve meter samenleving, ja. Dat kan natuurlijk sowieso niet tot 2028. Nou, weet je wat het is, Frank? Wim Jansen, junior, die zegt altijd wat op maandag je worst case scenario is, is een week later ongeveer je beste scenario. Het schuift steeds meer op. We hebben echt lang gedacht, we gaan dit nou ja weer evenementjes doen. Nou, we gaan nou ja echt geen evenementjes doen. Nee. Want bij jou dan, hè? Als jij gedoseerd open gaat, wat betekent dat? 10.000 mensen naar binnen, 20? Nee, zeker geen 10.000. 10.000 is ongeveer de normale capaciteit die we hebben. Okay. En op topdagen hebben we wel 12 tot 13.000. Okay. Nou, dat ga je zeker niet halen, maar ook 10.000 niet. Dus ik denk in het begin zullen we echt maar met een paar honderd man tot 1.000 man open gaan. En dan heel erg gaan leren van hoe dat gaat, hè, waar je tegenaan loopt. En zijn dat dan abonnementhouders? Nou, dat zoals kan. Jullie dus, in het begin deden? Ja, we hebben het laatste weekend dat we nog open waren ook alleen voor abonnementhouders gedaan. Dus dat is nu ook een scenario dat we in die aanloopfase, misschien ook in de oefenfase, dat we met abonnementhouders werken. Maar het kan ook in het begin met eigen mensen zijn. Of met de vrienden van Blijdorp, die zijn ook ons heel dierbaar natuurlijk. En vrijwilligers. Dus er zijn mensen die de dieren uiteindelijk ook beter kennen. En die we ook gewoon goed kunnen aanspreken als er dingen niet helemaal goed gaan. Maar die beginperiode gaan we heel erg gebruiken om te leren. Dan zeg je niet alleen gedoseerd, maar ook gefaseerd? Ja, verschillende fases. Ik zei, de abonnementhouders en de vrijwilligers en de vrienden van Blijdorp, dat zijn natuurlijk bekenden van ons. Dan gaan we ook weer gewoon richting dagbezoek. Mensen die gewoon naar de dierentuin komen voor een hele fijne dag uit. Ja, en daar gaat de wereld ook wel anders voor uitzien. Omdat we die online van tevoren ook een timeslot laten reserveren. Hè. Dus je kan niet meer een kaartje kopen aan de kassa. Dat is ook echt iets wat echt anders gaat zijn in het leven na corona of tijdens corona nog. Je moet van tevoren reserveren een dag, maar ook een tijd en dan kun je naar de dierentuin komen. Dat klinkt als iets wat je eigenlijk daarna ook heel goed zou kunnen doen. Ja, dat is ook zo. Dus het zijn wel dingen. Zo gaat het bij de bioscoop. Ja. Al jaren, ja. Toch? Nou ja, ik denk ook wel, kijk, je moet volgens mij dit soort crisis altijd benutten ook om te kijken welke kansen komen er naar uit en welke dingen kan je daarvan leren. En sommige dingen komen daardoor ook in de stroomversnelling. Dus dit zijn dingen die je misschien al eens een keer had moeten doen, hè, maar die je nu gedwongen moet gaan doen en die je dan ook heel snel moet gaan leren. En wat bij mij toch niet goed blijft voelen, zo'n grote ruimte als waar die dierentuin op staat. Mm-hmm. En daar moet je al die maatregelen voor nemen. En je kan wel naar de Hornbach en naar de IKEA. Nee, en we gaan straks wel 14 kinderen in een schoollokaal zetten. Nog verder, Frank. Ik zie vanmorgen mensen uit de zorg, de thuiszorg, op Twitter. Mensen in verpleeghuizen. Die zeggen, bij een kapper moet je straks verplicht een mondkapje dragen. En wij niet, terwijl wij mensen verzorgen. Ja, ik snap best dat het een heel ingewikkelde kwestie is voor iedereen die hier politiek mee te maken heeft. Maar dit kun je niet uitleggen. Zolang jij in die fase zit dat je vrienden of abonnementhouders of wat dan ook binnenlaat. En geen betalend, nou die abonnementhouders betalen ook, maar niet meer per kaartje. Ja. Dan verdien je natuurlijk nog niks. Nee, dan verdien je heel weinig. Dat klopt. Daar zijn we ook wel van uitgegaan. Want in het begin, kijk, als je met zo weinig aantallen werkt, dan verdien je sowieso heel weinig. Horeca, waar we toen normaal gesproken al iets mee verdienen, dat kan eigenlijk ook niet. Is dat allemaal van jullie zelf? Ja. Niks wordt verpacht? Nee, doen we allemaal zelf. De binnenlocaties kan sowieso niet. Dus we denken aan wat hele kleine, heel miniem horeca uitgiftepuntjes buiten. Dus daar moet je het dan mee doen. Dus daar verdien je ook niet geld mee. Maar ik denk in deze fase is het ook niet heel relevant. Het is wel relevant natuurlijk om geld binnen te gaan krijgen. Maar de nadruk ligt nu echt op dat goed vormgeven van die 1,5 meter. Wat gaat er ongeveer per maand uit? 2 miljoen aan kosten, pak een beet. Zo. Heel grofweg. Hoop geld. Dus nu, ja, dat is een hoop geld. Die verzorging op een gaat gewoon door van? Een 32 miljoen. Ja. En daar. Dus na 8 maanden ben je de helft van je begroting nog iets meer. Heb je opgesupeerd. Ja, de helft tot 2/3 van onze begroting gaan we niet halen. En hoe gaat dat dan? Nou ja, dan moet je zien in te halen op de een of andere manier. Ja, dus je moet in die kosten kan je natuurlijk nauwelijks snijden. Nee. Want je moet wel voor die dieren blijven zorgen. Ja, zeker. Daar willen we ook niet op toeleggen. Dus dat moet gewoon blijven gebeuren. Moet goed blijven gebeuren. Dus dat betekent dat we nu ook wel uitstel van betaling hebben gevraagd. Hè. Dus alles wat we uit kunnen stellen hebben gedaan. Maar ja, die rekening komt natuurlijk toch een keer. Je moet toch een keer gaan betalen. Dus de verwachting is ook nog dat die echte klap pas later komt. Normaal gesproken zouden we nu het geld verdienen waar we ook de winter mee doorkomen. Hè. Dus je krijgt echt nog hele zware tijden hierna. Maar het is waar, je mist gewoon dadelijk pak een beet 15 à 20 miljoen aan omzet. Ja, en die hou je ook niet zomaar in. Zeker niet als je heel gefaseerd en gedoseerd open gaat. Is het dan logisch om naar de gemeente te gaan
kijken? Die eigenlijk financieel gezien zijn handen heeft afgetrokken van de dierentuin? Ja, maar ja, kijk, ja, het gaat om een Rotterdamse icoon. En ik snap dat er niet heel veel, maar dat er nog een paar zijn die dan zullen zeggen, ja, wij ook. Maar dat geldt ook voor die instituten in onze stad. Ja, ik vind dat mag nooit verloren gaan. Dat is ook net als die club aan de overkant, Sparta en Excelsior. Dat gaat ook nooit verloren. Alleen de vraag is in welke vorm het verder gaat. Want kijk, en dat is de Casper van Dijk 2 weken geleden hier, Jan Robmans. Ga nou gewoon mensen in een kwetsbare leeftijd, ga die nou gewoon isoleren. Ga veel meer testen. Als je ziek bent, mag je niet meer naar dingen toe. Dan kun je weer ongeveer normaal met elkaar gaan doen. Ja, en die roep zal in de komende weken sterker worden. Kan niet anders. Een van de dingen die jullie eraan proberen te doen is die actie van Samen Sterk. Ja. Even de kern ervan. Nou, als je een ticket koopt voor Blijdorp nu, in de periode van 10 april tot 10 mei, dat is het einde van de actie. Dan doneren wij. Moet je opschieten. Ja, dat moet je wel opschieten. Ja. Precies, kan nog even. Dan doneren wij een entreebewijs aan de zorg en ook aan kwetsbare kinderen. Dus met 9 instellingen hebben we contacten. Mooi. Goed plan, hè? Ja, prachtig. Inmiddels staat de teller op meer dan 4000, dus, maar er komen wel bij. Oké. Wat merken de dieren er verder van? Van corona? Nou, van deze situatie. Oh, van deze situatie. Nou ja, niet heel veel, eerlijk gezegd. Het leven in de dierentuin. Ja, dat is ook wel weer. Mooi, eigenlijk, als je dier bent. Ja, nou, dan heb je het in de dierentuin erg goed, moet ik zeggen. Maar dat is ook wat mooier, denk ik, van wat er nu gebeurt. De natuur laat zich niet leiden. Die gaat gewoon door. En ik denk, dat hoop ik tenminste zelf, als deze crisis voorbij is, dat we dan onze zegeningen tellen en denken, waar gaat het nou echt om in deze wereld? En dan is toch waar Blijdorp voor staat, natuurbehoud. Ja. Dat zou toch een van de dingen moeten zijn waarvan we zeggen, ja, dan moeten we misschien iets meer aandacht gaan besteden. Want we zijn nu in rap tempo onze natuur aan het verwoesten. Wijnand Ruitenberg, die ken je wel. Zeker. Ik ook trouwens, een begenadigde bioloog. Die vraagt, ik ben heel benieuwd naar het masterplan 2030. Nu er geen bezoek is, koppelt hij maar een concrete vraag eraan vast. Zijn jullie nou eerder begonnen met een aantal verbouwingen, aanpassingen die daarin gepland stonden? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk hebben we het gewoon uitgesteld. Of even on hold gezet, zo moet je het zeggen. Want we moeten natuurlijk ook liquiditeit hebben om gewoon de salarissen te kunnen betalen. Zo ligt het ook nog. Dus alles wat we niet hoeven uit te geven nu, doen we even niet. Het is wel zo dat we die dingen weer op willen pakken als we dadelijk weer open gaan en weer wat geld gaan verdienen. Wat is de kern van dat masterplan? Toch. Eerst nog even, voordat je eraan begint. Dit was eigenlijk de periode geweest waar je in de stad dat plan had uitgespreid. Het was heel bizar. Want wij zagen in begin maart natuurlijk wel dat er dingen stonden te gebeuren op dat crisisgebied. Maar ja, niet hoe snel het zou gaan, hoe groot het zou worden. Nee. Dus we hadden de lancering van ons masterplan op 8 maart, zondag 8 maart gepland. Voor de Vrienden van Blijdorp. Een hele grote zaal vol en veel exposure, pers erbij. En 9 maart kon ik mijn crisisteam bij elkaar gaan roepen. En een week later waren we dicht. Dus zo snel kon het gaan. Toch ben ik wel blij dat het er ligt en dat het gelanceerd is. Ik denk ook als je na zo'n crisis met een masterplan aankomt, dan verlaat iedereen je voor gek. Dus het ligt er. En het geeft ons ook wel de gelegenheid om in die tussentijd met onze partners en een hoop mensen, merken we nu toch, zijn Blijdorp heel goed gezind, willen ook heel graag helpen om dat masterplan te realiseren. Dus daar kunnen we nu goed mee in gesprek en ook een appel doen van blijf ons helpen nu meer dan ooit, steun ons. Met Friends in Business gaan we er ook wat aan doen, hè? Ja, we willen graag onze naam in de stad en ons netwerk gebruiken om één is leuk voor onze partners om te horen wat daar speelt, waar je naartoe wil met dat gebouw en die bijzondere plek en kijken of we ook steun kunnen genereren. Super. En met elkaar. Ja. Klinkt helemaal goed. En het gaat veel verder dan dat gebouw en die plek. Ja. Het is een soort wereldwijd plan. Ja, het is wereldwijd. Als je ziet wat er gebeurt in de wereld, het gebied van natuur, die getallen, die zijn duizelingwekkend. Ontbossing, 40 voetbalvelden per minuut gaan er verloren aan bos. Ja. Dat is niet te bevatten bijna. Bij die bosbranden in Australië, 1 miljard dieren dood. De komende decennia sterven er 1 miljoen dier- en plantsoorten uit door toedoen van de mens. Nou, dat zijn dingen die zijn zo groot. Maar tegelijkertijd ook redelijk ver weg. Hè? Dat zien we ook vaak. En dat is wel waar we met het masterplan op ingezet hebben. Eigenlijk zouden we van iedere bezoeker die ons dierentuin dadelijk uitloopt, een ambassadeur voor natuurbouw moeten maken. Zeg maar, jongens, hier. Ik heb altijd geleerd in mijn Rijnmondtijd dat het raakt je meer als er bij jou in de straat een boom wordt gekapt dan een heel regenwoud per minuut in Brazilië. Ja. Dat is voor mij de kracht. Ja. Waar je als Blijdorp gebruik van moet maken. Dat je mensen echt dat gevoel en dat besef meegeeft. Dat je het tastbaar voor ze maakt. Ja, dat besef. Dat is natuurlijk ook
echt een heel groot punt. Hier heeft Jan Rotmans gestaan, ja. Over dieren gesproken. Die zegt, ja, we hebben 100 miljoen kippen in Nederland. Ja. 20 miljoen varkens. Dat is nooit de bedoeling geweest, nee. Op zo'n klein stukje land. En jij, nee. Nu met je 40 voetbalvelden. Ja. Dat is allemaal bekend. En toch schrikken we ervan, ja. Als het hier weer op tafel ligt. Ja, zeker in combinatie met elkaar. Als we over een kwartier iets anders aan het doen zijn. Dat is ook eerlijk. Ja. Ja. Maar toch hoop ik, hè, dat deze periode wel... Dat we echt even stilstaan. Want het is toch iets gigantisch wat er nu gebeurt. Hè. Sinds de Tweede Wereldoorlog is er niet zo'n crisis meer geweest. Ja, dat noopt je toch om af en toe even stil te staan. En weer eens na te denken, waar gaat het nou echt om? En dan hoop ik dat deze vragen wel gesteld worden. En dat we er iets langer bij na blijven denken voordat we weer overgaan tot de orde van de dag. Nog even de kern van dat plan. Nou, toch natuurbehoud. Hè. We gaan echt zorgen dat we een substantiële bijdrage leveren ook aan het natuurbehoud. Dus alleen al de bijdrage in geld gezien willen we echt naar 1 miljoen per jaar in 2030. Dat is substantieel. Dat is ongeveer nu 1,5 ton. Dus dat is echt een verveelvoudiging. Ja. Daarnaast willen we ook heel erg inzetten op educatie en onderzoek in de dierentuin. Hè. Dus we willen echt, wat je ook zegt, je moet die mensen meenemen in dat verhaal. Je moet ze als het ware, nou, niet iedereen kan een reis naar Tanzania boeken, om daar is heel mooi in de natuur. Nou, dat moet in Blijdorp hebben de mogelijkheden om mensen dicht bij de natuur te brengen. Maar dan moet je de goede verhalen vertellen, hè, hoe het gaat met de natuur, hoe je dieren in hun natuurlijke habitat kunt laten zien, ja. Maar ook vertellen over de situatie op locatie. En dat is natuurlijk niet nieuw, hè, want dat zit in de aard van die dierentuin. Ja. Alleen, je ziet dat heel weinig eigenlijk, ja. Als je met je kinderen bij gaat. Ja, is ook zo. Dus daar ligt een opdracht om dat echt goed op te pakken, om die verhalen te intensiveren en beter te maken en groter te maken. Ja, daar moeten we echt veel meer aan doen. Het koala-project in Nepal is daar een van de voorbeelden van. Panda. Ja, koala's. Ja, nou ja. Ik zag de trots in die ogen van die vijf die zo goed geïnformeerd was. Weet je, ik laat even blijken. Ik heb het spelletje door. Ik had het bij Casper van Dijk ook. Alleen haalde ik toen virus en vaccin door elkaar. Dus het zijn die kleine puntjes waar ik nog even aan moet werken. Het zijn de details. Maar nu gaat het heel vaak over de panda's natuurlijk. Hè. Ja. Onze vrienden in Renen hebben er één bij. Dus dat is ook fantastisch nieuws. Maar wij hebben de kleine of de rode panda. Maar daar heeft een miljardair gewoon 7 miljoen euro ingestopt. Dat zou je nou hier... Boekhoorn daar, hè? Marcel Boekhoorn. Ja. Nou ja, we kunnen het regelen. Donderdag is Mario Been hier. Oh. En Boekhoorn was de grote geldschieter van NEC. Dat Mario zelf, die heeft het ook wel. Ja, Mario zelf ook. Waarom gaan we aan die Boekhoorn vragen? Ja. Vraag het aan die Mario zelf. Dan moet dat helemaal naar iets met pizza bezorgen. Of, Maar maak je verhaal... Nou ja, de vraag is natuurlijk of je moet verkopen aan zo'n geldgever. Hè. Dat zie je in de voetbalwereld ook. Daar zijn de voorbeelden ook wel te over van dat het niet goed gaat. Hè. Dus volgens mij moet je al dicht bij jezelf blijven en bij je kern. Maar je hebt wel partners nodig. Dus je kan het ook niet laten liggen. Nee. Maar dan zijn jullie daar dus bezig, ook met eigen mensen? Of steunen jullie dan het project daar te plannen? Ja, nou divers. Dus dat is wel een heel mooi project wat we daar doen. Dus daar steunen we het project. Dat betekent dat we die panda's daar volgen in hun omgeving. Dat we in de leefgebieden, dat we mensen ook meenemen van hoe daar nou mee om te gaan. Hoe nou te zorgen voor een goede balans tussen mens en dier en natuur. Maar we doen ook mee aan onderzoek. Dus bijvoorbeeld halsbanden om goed te kunnen tracken waar ze zijn. En de bewegingen te kunnen volgen. En onze eigen mensen gaan daar ook naartoe. Zeg ik het dan goed als de ene pijler van dat masterplan is dat je wereldwijd een vooraanstaande rol wil spelen in het gebied van natuurbehoud. Ja. Dat je dat onder andere via educatie doet en via allerlei projecten. En dat de andere pijler is dat je gewoon een dierentuin van wereldklasse wil neerzetten. Want precies. Want het moet wel samengaan. Je kan niet zeggen we worden een geweldig instituut met hoogwaardig onderzoek, educatie. Maar het kan ook een beetje suffig zijn. Hè? Dus je moet wel zorgen dat je verblijven state of the art zijn. Dat mensen het heel gaaf vinden om naar een dierentuin te gaan. Dus in feite moet je gewoon de beste, leukste, mooiste dierentuin van Europa willen zijn op dat vlak. Hè? Waar het voor kinderen een geweldige dag uit is. Waar je ondergedompeld wordt in natuur. Maar ook in de techniek om dat te kunnen zien. Ik heb laatst weer iets van virtual reality gezien. Hè? Dat je op die stoelen zit en dat je meegaat in zwemmen met walvis. Dat zijn nieuwe technieken die het heel gaaf en spannend maken. Ja, en daar moet je in mee. Dus het moet ook een attractie van wereldklasse worden. En dat vinden wij nog als laatste de Rotterdamse ontmoetingsplek. We vinden ook dat je veel meer verbinding moet maken met de stad. Dat is mooi, hè? Ja.
Ja. Nee, maar dat is wel de taak. Want dan ga je denken, ja, dat klinkt heel makkelijk. Maar als je dat weet te creëren, komt dat geld ook wel. Dan willen mensen daarbij horen. Deze stad heeft ook tal van toonaangevende zaken. Mannen en vrouwen die hun sporen verdiend hebben. En die misschien liever een, bedenk ik nu, tweebenige panda kopen dan weer een linksback die een stadionnetje mislukt. En dan ligt er nog een laagje onder. Hè? Ja. En dat is dat er een groot aantal rijksmonumenten in de dierentuin staan. Ja, 21. Hè? En in feite is Blijdorp het grootste rijksmonument van Rotterdam. We hebben 21 rijksmonumenten en de dierentuin zelf is ook nog een rijksmonument van Siebold van Ravenstein. Ja. Het is groot architect. Bijnaam. Ja, groot architect. Heeft ook Centraal Station gemaakt. Ja, ook van hem. En heel veel andere gebouwen trouwens. Maar hij is ook nog de meest gesloopte architect van Nederland. Hè? Dat is zijn bijnaam. Ook het Centraal Station? Ook Centraal Station. Dus wij moeten er wel voor zorgen dat we dit kunstwerk van hem, wat toch echt ook wel prachtig is en uit heel mooie dingen bestaat, dat we dat in stand houden. Zullen we even naar de... Nog een prijs geven. Jij bent naar je t-shirts toe, hè? Wie hebben gisteren gewonnen? Ed Fouté en Corine de Boer. Oké, je kunt ook vandaag weer mailen naar info@reur.nl om een prachtig shirt met de skyline van onze stad te winnen. Ter beschikking gesteld door Meet in Rotterdam. Daar kun je ook alle informatie over die shirts winnen. En een shirt dat erg bij deze tijd past. Liefde is afstand houden. Mail even naar reur.nl, info@reur.nl om een mooi shirt te winnen. Sluiten we af met een paar vragen van kijkers. Ingrid Vijfwinkel, die zegt erachter, wil je deze vraag absoluut stellen? Helpt het als er meer mensen een abonnement zouden kopen of vriend van Blijdorp worden? Ja, zeker helpt het ons. Dus wij hebben 117.000 abonnementhouders. Dat is echt heel veel. Zoveel zeg. Groot, ja, dat is echt heel veel. Waar een groot deel natuurlijk uit Rotterdam, ook ver daarbuiten. Er zijn bijna 5000 vrienden van Blijdorp. Dat is ook een fantastische vereniging die ons eigenlijk al jarenlang heel goed steunt. En dat zijn partijen waar als je daar lid van wordt, of bij ons abonnement koopt, of vriend wordt van Blijdorp, dan steun je ook de diergaarde. Dus hoe meer, hoe beter. Hoeveel abonnementhouders zijn er die hebben je beantwoord? Jim, heb je al nagedacht over maatregelen die je gaat treffen als de dierentuin weer open mag? Nou, dat heb je ook beantwoord. Marieke vraagt, kan ik ook vrijwillige verkopen komen doen in de dierentuin? Zeker, we hebben ook meer dan 300 fantastische vrijwilligers. Dus dat is een hele mooie groep. Het is wel zo dat je moet wel een traject door om vrijwilliger te worden. Want je moet heel veel gaan leren om informatie tot je nemen om dat te kunnen doen. Dus het is een pittige cursus, maar het kan zeker. Karin van Brugge die zegt dat verzorgers hun hele hart in hun werk gooien. En dat elke Rotterdammer trots moet zijn op de diergaarde. Een van de vrijwilligers trouwens, ja. Heb je zelf nog iets? We bieden altijd maar even de camera aan een van onze gasten. Wat je tegen de bezoekers van je tuin wilt zeggen of tegen de Rotterdammers in het algemeen? Nou, dan zou ik willen zeggen, wij popelen op dit moment om onze bezoekers weer te kunnen verwelkomen. We werken heel erg hard om dat mogelijk te maken. Tot 10 mei loopt de actie Samen Sterk. En de helden van de zorg en ook kwetsbare kinderen, want laten we die niet vergeten, die verdienen het heel erg om weer iets te hebben om naar uit te kijken. Dus koop een ticket, dan geven wij er eentje aan die helden van de zorg en kwetsbare kinderen. En dan gaan we met z'n allen heel erg uitkijken naar het moment dat we weer open kunnen. Over iets om naar uit te kijken gesproken. Ja, over 24 uur. Ja, morgen is het 6 mei 2020. Zo. 50 jaar na de Europa Cup 1 zegen van Feyenoord in San Siro. Ja. San Siro is van ons, Milaan, Herman Kuiphoff. Het morgen, is niet waar hè, wat je nu gaat zeggen. Morgen Wim Jansen senior. Zo. Dat is een man die eigenlijk altijd 2 WK-finales gespeeld heeft. Altijd in de schaduw blijft van de publiciteit. Zeker in deze fase. Is ook, ik kwam gisteren aan de telefoon. Ja, behoort ook op de risicodoelgroep. Wil ook echt afstand houden. Ziet zijn kleinkinderen. En zoon en dochter al een tijdje niet. En zijn schoonzoon. Maar morgen is hij hier met Wim Jansen junior, zijn zoon. Ondernemer in deze stad. Maar ja, dat Wim senior hier staat. 50 jaar na de Europa Cup 1 zegen is echt geweldig. We gaan een heel mooi programma maken met hem. Morgen. 12 uur. www.reur.nl en op onze Facebookpagina. Zorg dat je erbij bent, want echt over iconen gesproken. Ja. Pas naadloos in het rijtje. Blijdorp, Ahoy, Boijmans, Wim Jansen senior en Wim Jansen junior. Zeker. Ook een topmens. Ook een heel fijne gozer, ja. Dankjewel dat je er was. Graag gedaan. Jij bedankt en jij bedankt voor het kijken. Tot morgen. Dag. Dit programma wordt vooral mogelijk gemaakt door Sanidump, Meenhuisuitvaartzorg, Eurotrade en Jax.nl.